Als een gezin in armoede leeft, worden vooral de kinderen op een nare manier getroffen. In Nederland vieren jaarlijks zo'n 60.000 kinderen hun verjaardag niet. En vaak durven ze uit schaamte niet naar school omdat ze niks kunnen trakteren. Of omdat ze geen nieuwe cadeautjes kunnen laten zien. Gelukkig is daar Stichting Jarige Job. Met een anoniem verjaardagspakket krijgen de ouders nu de mogelijkheid om hun kind toch een spetterende verjaardag te bezorgen. We werken bij Jarige Job namelijk in 3 leeftijdscategorieën per geslacht. Dat begint aan die kant, jongens 4-6, volgende huisjes meisjes 4-6, jongens 7-9, meisjes 7-9, jongens 10-12 en achterin bij de lijfvol meisjes 10-12. De verjaardagspakketten worden door allerlei verschillende bedrijven ingepakt. Het zijn duizenden verjaardagspakketten die eruit moeten. Zodoende krijgen we om de dag hebben we hier een enthousiaste groep over de vloer die met elkaar heel concreet de verjaardagspakketten aan het inpakken is. En hier nog? Ja, heel tof. Ja. Ja, dat iedereen zijn verjaardag kan vieren is eigenlijk het mooiste wat er is. Ik keek er in ieder geval vroeger altijd het meest naar uit. Dus dan zat je al om 6:00 zat je zo in je bed en dan kwam je beneden en had je slingers en zo. In Nederland hebben we helaas te maken met een hoop verborgen armoede. In Rotterdam zijn bijvoorbeeld 1 op de 4 kinderen die in armoede opgroeien. In Amsterdam is dat 1 op de 5 kinderen. En landelijk gemiddeld is 1 op de 8 kinderen. Van dat aantal ben ik toen heel erg geschrokken. Toen dacht ik, jongens, ja, hier moeten we wat mee gaan doen. En toen zijn we dus begonnen met die verjaardagspakketten. En dat doen we door die ouders de verjaardagspakketten te overhandigen, zodat de kinderen geen weten van ons bestaan. En dat vind ik het gave. Juist ouders in hun kracht zetten door te zorgen dat het huis versierd is, dat er een verjaardagstaart is, meerdere cadeautjes. Dus een broertje of zusje kan ook iets aan de jarige geven. En het zijn alleen maar gave, coole, mooie cadeaus. Nou, dat het kind echt het gevoel heeft van, kijk eens, hey, dit heb ik van mijn ouders gehad. En kom mee, rent het schoolplein op, ga mee, ik ga lekker trakteren in de klas. Nou, dat is even het gevoel dat een kind helemaal in zijn eentje in de spotlight kan staan. Dat ben je als kind gewoon waard. Wie wilde het nou niet? Ik probeer sowieso een goede combinatie te maken van 2 cadeautjes die niet te veel op elkaar lijken. En ik kijk eigenlijk gewoon stiekem of ik zelf het leukste vind. En dan denk ik, ja. Ja, supergoed. Heel waardevol. Eindelijk worden kindjes geholpen die eigenlijk helemaal niet het geld hebben. Of in ieder geval waar de ouders geen geld van hebben. Ik stond daar niet bij stil, nee. Nee, daarom is het nog leuker om hierbij te kunnen helpen. Het is leuke teambuilding met onze collega's. Maar dit is natuurlijk helemaal mooi. Ik doe gewoon met mijn ogen dicht. Ik kijk hier naar een groot en een klein cadeautje voor ze. Wel superleuk. Er was ook wel een brief van een ouder en die gaf aan dat de zoon helemaal gelukkig was met het verjaardagspakket. Die was met de cadeaus aan het spelen en die was helemaal blij. Maar toen zei ze, ja, ik heb wel de kars verjaardagsbordjes weg moeten gooien. Want die kartonnen bordjes, daar was kars niet meer zichtbaar op. Dus die had constant al die kartonnen bordjes aan afdrogen, toen er helemaal niks meer zichtbaar was. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, want het product is heel intensief gebruikt. Maar anderzijds is het natuurlijk ook wel weer heel confronterend. Dit zijn er nu dan bijna 80. Hoeveel hebben we er toch 80? Dus hebben we 160 gemaakt. Ja. Voor een initiatief als Jarige Job is de ultieme doelstelling uiteraard opheffing. Dat het niet nodig is. Helaas spreken de armoedecijfers dit tegen. Dus daarom hoop ik alleen maar dat wij ervoor kunnen zorgen dat wij al die kinderen wel die verjaardagspakketten kunnen aanbieden. En dat een kind niet de dupe hoeft te zijn van de financiële situatie van de ouders. Dus gewoon lekker als kind kan zijn en je verjaardag vol trots kan vieren.